Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP van Amor. En vandaag ga ik iets leuks doen. Of ja, leuk, het is maar wat je leuk vindt. Ik vind het in ieder geval super leuk. Dit is een meldkamer simulator. En niet meldkamersimulator.nl, maar een Duitse wat realistischer meldkamer simulator. En ik besef net dat het niet zo heel handig is als ik op groot scherm ga. Want ik moet wel kunnen vertalen. En, of nee, we kunnen het even proberen in ieder geval. F11 en een pauze. Er komt de eerste melding. Die gaan we zo meteen aannemen. Ja, ik heb hem begrepen. We zitten in de regio Arnhem, Gelderland midden eigenlijk. Arnhem heb je hierbij. Dat is hier in het midden. Hij moet even laden. Dat, normaal moet hij niet laden. Oké. Arnhem, Ede en Barneveld. Zoals je ziet heb ik in Ede de ambulance 114. In Barneveld 111 en in Arnhem de meeste natuurlijk 101, 103, 118. De 801, dat zijn allemaal over de G's, officier van dienst. Zoals je hierboven ziet, stapelen zich hier B2 ritten op. Dat zijn besteld vervoersritten. En ik heb dan hier de 401, de 402 en de 403. Dat zijn B-ambulances. Ik ga dus geen gewone spoedambulances, deze in dat geval, die wat op status 2 zijn, die zijn vrij. Die ga ik niet sturen naar een B-rit. Maar dus ik ga gewoon de B-ambulances. Die komen straks in dienst. Het gaat op echte tijd, maar ik kan wel versnellen. Ik ga het allemaal uitleggen. We nu wel de T, want er komt een melder. Het is in het Duits, maar ik ga het voor jullie vertalen. Ik ben ook niet super in Duits. Als ik het niet kan vertalen, heb ik gelukkig hier vertalen in het Nederlands. Mijn vrouw is geloof ik ziek. Ze is 55 jaar oud. En sinds een paar dagen gaat het erg slecht met haar. Ze moet immer wieder aufs Klo. Nee, dit gaan we even te ver. Dus nu gewoon vertalen naar het Nederlands. En dan kan ik dadelijk hier origineel weergeven weer doen. Dus de pagina kan niet worden vertaald. Nou, dat gaan we toch nog eens doen. Want normaal zou het altijd moeten gaan. Even kijken. Oh ja, het is er. Mijn vrouw is een paar dagen. Ze moet altijd naar de wc. Braakt ook. Zodra ze opstaat, begint ze zich duidelijk te voelen. Meestal ligt ze toch in bed. De heer. Nou, oké. Dan kan ik nu weer naar origineel weergeven. Dus dan is het nu weer normaal. Want we kunnen hier uit een uitvraagsysteem. Medisch kenmerk is in dit geval streepje GAOW. Dat is een gezond onwel ziekte. Enter. Ik wacht nog even met dit. Nou, in dit geval is het mevrouw 55 jaar, langere periode ziek. Dat zullen we dadelijk algehele malaise zetten. Veel naar wc en braken. Punt is hierbij duizelig. Dit is gebaseerd op het echte meldkamer. Meldkamersysteem. GAOW staat voor gezondheid, onwel / ziekte. Die afkorting, ja, die de meeste kennen inmiddels wel, dus dat is lekker makkelijk. Disability, nou, is de mevrouw aanspreekbaar? Is het een reanimatie? Ja. Is het een reanimatie? Nee. Alert, reageert ze alleen een verbale reactie? Reageert ze alleen een pijnreactie? Of is ze helemaal bewusteloos, maar is ze wel ademhalen? In dit geval is zij alert. Ademweg, er is niks meer aan de hand. Ik kan niet verder uitvragen, dus bijvoorbeeld adem zei. Ik ga er vanuit van wel, anders had u wel gezegd, ze is erg ziek en ze ademt niet. Het zal niet kortademig zijn. En voor de rest, ja, geen bloedingen. Ingangsklachten kan ik nu algehele malaise. Dus eigenlijk gewoon algemene ziekte bij volwassenen. En dan is het een beetje inschatten en ik maak er een A2 van. De dichtstbijzijnde ambulance 4 is de 101, die is 4,2 kilometer daarvan aan. Klik ik aan en ik zet aanzet herstellen. Nou, die gaat zo meteen vanaf hier rijden. Dan kan ik nu wat versnellen. Keer 32 zie je de tijd ook sneller gaan. En dan zie je dadelijk dat de 101 hier vertrekt. Daar gaat hij naar het adres hier. Nou, hij rijdt nu erg snel omdat ik hem heb versneld. Keer 32. Maar zoals je ziet, als er een nieuwe melding komt, dan gaat hij weer naar 1 keer. Nu zie je hierboven, tot er, bij het rolstoeltje dat is 1. En bij het blauwe zwaarlichtje is 0. Dat betekent dat er 1 A2 rit aan de gang is. En 0 spoedritten. Maar we gaan de volgende melding aannemen. En ik weet niet wat het gaat zijn. Dus we gaan het horen. Meldkamer Lam zorgt met GTA 5 LSP de Vouwenmoor.
Goedendag, Schnabel van de A30 in Barneveld is aan de telefoon. Hier is een oudere dame met de vaarraad gestuurd. Ze had zich aan voet verlet. Nou, hier is een oudere dame. Ze heeft zich met de fiets, denk ik, verongelukt. Een voetverlet snel aan een noodvuilwagen. Oké, dus ja, ze is gevallen met de fiets, maar het is op de A30. Dus ik ga in ieder geval ongeval buiten letsel. Enter. Ik ga in ieder geval politie al meesturen, want ja, het is op de snelweg. Vrouw. Oudere dame gevallen met fiets heeft letsel aan voet. Oké, dan disability. Ja, dat is gewoon alert. Mevrouw heeft waarschijnlijk niks van een strider. Niet kortademig. Gewoon, ik weet niet of ze bloedingen heeft, dus ik doe even niks. Ingangsklachten zijn trauma-extremiteiten. Tenzij er voet bij een trauma-algemeen extremiteiten. Ja, extremiteiten zijn armen, benen, etc. Ja, urgentie naar A2. Politie rijdt mee. De 111 van Barneveld is echt gewoon 400 meter, want dat is de post. Daar. Dat betekent wel dat Barneveld nu leeg is. Dat betekent dat de 114. Het is heel ingewikkeld spel hoor. Maar ik leg het gewoon allemaal zo snel mogelijk uit. 114, die ga ik even van Ede sturen naar Barneveld. Omdat het anders gewoon misschien wel te lang duurt. Tot als hier een melding weer komt. Dan moet hij helemaal van hier daar naartoe rijden. Dus ik stuur hem alvast. En dan ga ik de 103. Ga ik naar. Even kijken waar ik die naartoe ga sturen. Renkum ga ik die naartoe sturen. Dan is hij toch daar in de buurt. Hij kan dan ofwel naar Ede als het nodig is. Ofwel terug naar Arnhem als het echt nodig is. Dus ga ik ook van KTW melding. Nou, wat er dan dadelijk gebeurt is, je ziet tot als die uit zijn gerukt als het ware. Waarom sta je stil? Oh, jij rijdt gewoon. Dan zie je dat ze hier stil blijven staan in status 1. Deze zijn dus allemaal onderweg en aan rijden. Die is onderweg en die gaan dadelijk naar buiten komen. Dan kan ik gewoon daarop klikken, staat of gebied dat. Zo wachten en dan kan ik hem gewoon overal naartoe sturen. Dus je kunt ze gewoon naar een post laten rijden en dan rijdt hij dan alvast heen. En stel dus er komt dadelijk deze ambulance rijdt helemaal naar Barneveld. En ik heb hier een melding. Dan kan ik dus die ene die ik van Arnhem naar hier stuur, kan ik makkelijk daar naartoe laten gaan. En stel er komt een melding in Barneveld en hij rijdt pas hier, kan ik hem wel met spoed verder sturen. Stel dat is een spoedmelding. Gaan we wat versnellen. Dan komt dadelijk alles naar buiten. Kijk, de 114 komt. Dus dan ga ik de 114 staat of gebiedszoewacht Barneveld. De 114. Geef je dus hier aan 114 voor de meldkamer, kom eens uit. Nou, 114 luistert. Gaat u alstublieft naar Barneveld. Ja, 114 heeft het begrepen. Dus 114 is onderweg. En zometeen komt dan de 103 naar buiten. En die stuur ik dan naar Renkum. Kijk, dat is 103. 103 gaat u naar, wat zei ik, Renkum. Zo. En 103 voor de meldkamer, kom eens uit. 103 luistert. Nou, rijd u alstublieft naar Renkum. Begrepen, we gaan we doen. 114 is naar Barneveld, 103 is naar Renkum. Staal ik half 8 is, komen we allemaal ambus in dienst. Nou, de status 1 is vrij, zoals je ziet. Status 1 vrij. Status 2 is op post. Status 3 is onderweg en status 4 is ter plaatse. Dus de 101 die we toen net na de eerste melding hadden gestuurd, die hier is, die is nu ter plaatse. Ik verwacht dat de andere ambu. Nou, die moet helemaal omrijden. Maar de politie en de andere ambu zijn dadelijk hier te plaatsen. Gaan we wat versnellen en dan zal zo meteen weer een melding komen. De politie is nu in ieder geval daar. En de ambu is er ook. Nou, en die gaat dadelijk status 5 geven. Of de 101 geeft eerst een status 5. 101 geeft een status 5 en een status 7. Dat betekent status 5. Ik wil iets aanvragen. Dus een spraakaanvraag. Die wil iets melden. En status 7 betekent dat hij is gaan rijden. Dus hij is nu met de patiënt aan het rijden naar het ziekenhuis in Arnhem. Dat is hier, het Rijnstaten. Dus hij zal waarschijnlijk melden van, wat was de melding, moet ik even spieken. Ja, tot een mevrouw ernstig ziek is en tot we er toch even naar Rijnstaten brengen.
Het erhut een BZ kan intern gemiddeld. TN is iets met diabetes, geloof ik. Eerst maar diabetes mellitus. Ik weet niet of het in Duits ook zo is, maar oké, okay, begrepen. Verstanden, het is niet heel ernstig wat ik zo heel snel las hoor. Ze gaan in ieder geval zonder kleine internische maar ze gaan in ieder geval naar het ziekenhuis. Nou, als hij op het ziekenhuis is, wordt hij vanzelf weer vrijgemeld en dan rijden ze vanzelf weer terug naar de post. 100, wat had ik hier gestuurd? 111, die zal dadelijk zeggen van luister, ik heb de SITREP, een situatierapport. Ja, 111, zeg het maar. Ja, we gaan met een verdikte voet naar het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Dat betekent dat hij vanaf hier naar hier gaat rijden. Dus die zijn we kwijt. Maar daarom hebben we de 114 naar Barneveld gestuurd. Begrepen. Dus, alles onder controle nu. De 114 is daar, die kunnen we daar missen. Of die gaat daarheen naar de röntgen. Dus we gaan kijken voor een röntgenfoto van de voet. Of het daadwerkelijk gebroken is. Nou, die gaat dadelijk aanvragen van... of even melden van ik ga het gebied verlaten, want dat betekent dat hij hier uitgaat en dan gaat hij in het gebied van Utrecht, Amersfoort, dat is regio 09 zoals je ziet. Wij zijn regio 07, dit is regio 09. Post Amersfoort kennen jullie allemaal wel van AmbuChannel. We hebben een nieuwe melding en we krijgen er zelfs twee. Hallo, hier is Annette in Arnhem, hier zo, bla bla bla. Ik maak me zorgen om mijn vriendin. Ze kotst de longen uit de lijf of zoiets. Dat is geloof ik een uitdrukking. Ik weet niet. Nee, ze hoest de longen. Ik weet het niet meer. Ze kotst in ieder geval heel veel. en die andere. Ik maak me zorgen om mijn vriendinnen. En de andere... zit lugen in die... Ik begrijp het. De ene is heel veel aan het braken en de andere kijkt gewoon voor zich uit naar het plafond. En de andere staart naar gaten in de lucht. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar stuip. Zeg het niet tegen mijn ouders, please. Ik denk dat die drugs hebben genomen. Nu moet ik even F11 om het weer origineel te weergeven. Oké. Okay. Ik ga de melding in ieder geval aanmaken. Ik ga wel maar even... twee ambu's sturen. Voor de zekerheid. Damen veel braken. Andere dame niet helemaal alert. En kijkt naar plafond. Hoe schrijf je plafond? Zoiets. Ik ga even uit van wel gewoon. Ja, alert is een beetje moeilijk. Is geen bloeding in ieder geval. Ik doe maar even vreemd gedrag. Dan A1 voor beide en ik stuur de politie even mee voor het geval dat. Nou, de volgende melding misschien. Ze kwamen echt precies tegelijk binnen. Nou, de schreeuwt Rachel. Oké, dat is duidelijk dat je iets hoort wat niet klopt. Dat is een broekzakmelding als het ware. Die heeft per ongeluk vanuit zijn broekzak gebeld. Die ga ik gewoon opleggen. Nou, zometeen gaan we dus vanaf hier. De politie rijdt al. De 2936, die is prio 1 onderweg naar het adres. En de twee ambu's die komen nu ongeveer zo naar buiten. A1 de 118 en A1 de 105. Dan hebben we wel geen ambu meer in Arnhem. En aangezien we wel weer een ambu hebben in Ede, ga ik die 103 alvast terugsturen naar Arnhem. Status, super. Nou, die gaat nu weer terug naar zijn eigen post. 111 heeft iets te melden. 111 was betrokken bij het, ja, de ongeval op snelweg. Die gaan me nu zeggen van, ik verlaat het portoverkeer bij Barneveld. Ja, begrepen. Dus de 111 zijn we even kwijt. Zie je, er staat nu ook een streep doorheen. Politie is te plaatsen en beide ambus zijn te plaatsen. 1 en 2. Wachten we even. De 118 gaat meteen iets zeggen. 118, Zullen we 2 maal 16, 1 maal 12 jaar.
intoxicatie met een TEE uit Engels trompet. Adem, een met ademdepressies. Dat zweite is zeer übel. Kreislauf stabiel. De dritte had niet. Schikken ze aan echt. We hebben nog. Nee. Ah nee. Verstaan. Hij vroeg voor nog een ambu. Maar inmiddels zijn ze met z'n tweeën ter plaatse. Dus ze hebben twee patiënten. Engels trompet. Tweemaal zijn geïntoxicatie met Engels trompeten. Gluten. Thee. Ik weet niet wat het is. Dat is een of andere bloem. Ze hebben iets met een bloem gedaan. Een thee van een bloem. Ik weet het echt niet. Ik denk dat ze thee van die bloem hebben gemaakt of iets. En ja, dat ging niet helemaal lekker. Er komt nog een politieauto ter plaatse. Twee politieauto's en twee ambus. 103 komt weer terug in Arnhem. 101 is er ook. Ede is gedekt. En Barneveld is gedekt. We krijgen een nieuwe 1-2 melding. Meldkamer ambulance, zo was het adres van noodgeval. Hallo, hallo. Wat? Ik hoor u niet. Ik heet vrouw Scheffers. We hebben een knaller gebouwd en die is van zichzelf geëxplodeerd. Ik hoop dat u mij kunt horen. Ik hoor niks meer van mezelf. Bij mijn buitenvrienden vult was vandaan. Wacht even. Bij mijn beide vrienden valt wat van een hand. Ik geloof dat de trauma aan de hand. En is iets mis met mijn twee vrienden? Oh, er is iets aan de hand. Zo. Met mij gaat het goed. Oké, dus ze zegt eigenlijk met mij gaat het goed, maar dat gaat niet goed met mijn twee vrienden. Daarbij ga ik de OVD, die drie in ieder geval sturen. Ongeval binnenletsel. Enter. A1 maak ik er alvast van. Alert. Ademweg is niet. Breathing, ik hoorde hem niet. Circulation, er zal denk ik wel een bloeding zijn, maar dat durf ik niet te zijn. Maar ik doe even matig. Trauma. Even snel spieken of ik nog wat heb wat er een beetje meer op lijkt. Trauma algemeen. Doen we even. Dus er is een trauma algemeen. Dat hoeft allemaal niet. Brandweer en politiesturing mee. Ik stuur dus twee ambulances en over de G, omdat ik denk dat er misschien wel drie slachtoffers zelf zijn. En ik laat het even. En de brandweer gaat mee, omdat er toch iets geëxplodeerd is. En de politie. Mocht het echt nodig zijn, dan kunnen we altijd nog een lifeline sturen. Maar voor nu. Nou, dan bel ik dus nu de politie. Hallo, met GTA 5 LSP de Valmoor. Ik heb alsjeblieft de brandweer nodig in Arnhem. Bij een inzet. De ambulance komt ook. En de politie bel ik ook. Hallo, de meldkamer ambulance zorg hier. Ik heb dringend een politieauto nodig op dat adres. Nou, dat gaat allemaal vanzelf. De politie zie je rijden, de brandweer niet. Betekent niet dat de brandweer niet ter plaatse komt. Dus die komt wel gewoon, alleen die zie je niet. Alles rijdt hier, de OVDG rijdt ook. Inmiddels. Ik krijg een nieuw meldetje. 1-2 lamstralen was er van noodgeval. Hallo. Of ja, meldkamer landzorg ook goed. Kunnen we alsjeblieft een auto sturen? Temptilo gate uit is slecht. Nou ja, zo met fiber een. Oké, het gaat heel slecht met hem. Of ja, slecht. Koorts en heel veel dorst. Ik weet niet wat met hem is. Hij is wel nog aanspreekbaar. Hij is niet naar de dokter geweest. Nou, dan zullen we maar even kijken of we iets hebben. Oeh, we hebben helemaal niks. Oeh, dat is niet gunstig. Oké, dat is een beetje slecht geregeld. Dan moeten we er misschien 106 maar sturen. Ja, alles is onderweg naar die melding in stuur de 106. En dan hopen we waarschijnlijk dat dadelijk iets vrijkomt. Even kijken. Koorts en erge dorst maak ik ervan. Hij is wel nog aanspreekbaar. Ik heb niks gehoord over een rare ademhaling of iets. En geen bloeding. En dan maken we.
algehele maleis, een beetje algehele ziekte. En doen we een A2'tje. Nou, laten we 106 A2 komen. Die zal lang onderweg zijn. 105 praat ook. Die gaat vervoeren bij de dames die iets hadden ingenomen. Ja, begrepen. En hier hoop ik eigenlijk zo snel mogelijk iets te horen van, ja, de tweede ambu is niet meer nodig. De 103 zal waarschijnlijk het eerste gaan melden. En dan kan ik ook meteen alles... Oh wacht, we hebben de 110 vrij. Dus we hebben weer een ambu hier. Dat betekent wel dat ik de 106 laat waar die is. Oh wacht, dan moet ik even... Oh nee, wacht. Dit was een A2 had ik ervan gemaakt, hè. Dus dan ga ik nu, kijk, de 110 is dichterbij. Dus dan ga ik het omwisselen. 106 gaat terug en de 110 die ga ik laten vertrekken daar naartoe. Even kijken. Meldkamer handsdienst met GT5 LSP Performer. Goedendag, ik ga me nogmaals naar. Wacht even. Hallo, hij belt terug. Ik keek weer, Tilo was ergens bij de dokter om een spaaronderzoek te screenen. Dus hij is al naar de dokter geweest voor een bepaald onderzoek. Nou ja, oké, het zal wel. Wat moet ik met die informatie? Ja, nee, wat, moet ik dan wel iets sturen? Dat is de vraag. Want hij is al hiermee naar de dokter geweest. Ik ga toch maar even nog een ambutje laten komen. Want hij belt blijkbaar toch. Nu hebben we ook een B-rit die over een half uur moet vertrekken. Dat betekent, het is allemaal al ingevuld, ik hoef alleen maar de 402 te koppelen. En dan is die B-rit in ieder geval weggehaald. Ik ga wel het nieuwe telefoontje opnemen. Hopelijk is hij niet in Arnhem. Ja, natuurlijk is hij in Arnhem. Ja, dit zijn zo'n meldingen, die neem ik even niet aan. Dit zijn zo'n, ja, de huisarts heeft gezegd dat ik naar de chiropractor of zoiets moest. En een gino, ik zei maar iets. Misschien heb ik wel gynaecoloog moet gaan. Je maakt niet uit, hij heeft toch een briefje achteraan waar het staat. Ik heb ook een ambulance nodig. Ja, oké, okay. Misschien had ik wel even een ambutje moeten laten komen. Maar hij zei in ieder geval, ja, ik moet hier naartoe. En normaal kun je zo'n B-ritten niet zelf aanvragen. Dus daarom tot ik hem even heel snel skipte. Maar goed, sorry meneer. Hier hebben we dus, oh mijn god, we hebben hier drie slachtoffers. Twee mensen met een amputatie. En één met een, hoe heet het? Oké, we hebben twee amputaties en één... Knaltrauma, ja, gehoorbeschadiging denk ik. Zal ik de lifeline? Ik ga de lifeline sturen. Aangezien de OVDG toch op de plaats is, ga ik de lifeline sturen. En dat doen we vanuit de meldkamer Gelderland-Zuid. Dan ga ik nu bellen naar Gelderland-Zuid of ik iets kan regelen. En dat kan ik zeker. En dan ga ik hier omlaag en dan... Of is hij niet inzetbaar? Kut, hij is niet inzetbaar. Lifeline is niet inzetbaar. En om hem te laten gaan rijden, ja, dat is 36 kilometer... Oké, okay, dus dan kunnen we dat even niet doen. Dan hebben we nog één KTW nodig. Dan ga ik gewoon een ambu meesturen. 106 dan maar, toch. Dat is even druk. Even, Arnhem is extreem druk. Daar hebben we niet zoveel... ja, dan moet er maar even. Hopelijk komt er snel weer iets in dienst. Er staat alleen nog een vierde zorgambu staat daar. Nou, oké. Okay. Meldkamer ambulance dienst met GTA 5 LSP van Mor. Toet het piep. Jongen weer nog terug. Nee. Oké. Okay. Die waren gewoon bezig van gaan we nog terug joggen of niet? Oh wacht, mijn telefoon gaat af. Wie, hallo, met wie spreek ik? Oh, sorry, meldkamer ambulance. Dat wist ik niet. Ja, oké. Okay. Is dat allemaal goed? 114, de 111 die was op Barneveld, hè? Standplaats Barneveld. Ja, die rijdt dus nu terug naar Barneveld. Dat betekent dat 114 weer snel terug naar Ede ga laten komen. En dan ga ik de 108 even naar Renkum sturen. Hier moet nog dus... Alles wat rood is, daar moet dus nog iets gebeuren. Ja, daar is nu dus de 106 naar onderweg. Even
een nieuw belletje. Meldkamer Ameland, de dienst zorg met GTA 5 Elspiel van Amor. Ja, hallo, nacht aan site bekomen. Oké, even kijken. Even na een tijd strijd, ik weet niet wat strijd is, krijgt mijn vriendin geen lucht meer. Dat heeft ze al een paar keer gehad. Alleen zo erg hoe nu nog niet. De handen verkrampen totaal en de huisarts is er ook nog niet. Ja, oké, goed. Dan ga ik. Oh, ik zit zo krap met mijn wagens. Dit is echt heel kut. Ik moet echt iets gaan verzinnen. Want die melding is een staar en ik heb niks van Arnhem. Ik heb het echt slecht geregeld, maar ik ga 106 daar naartoe sturen. En dan laat ik de 108 met spoed naar die inzet hier komen. Dat daar al van alles te plaatsen is. Krijgt geen lucht, handen verkrampen. Dan neem ik aan als iemand geen lucht krijgt dat hij bewusteloos is. Dan wordt het automatisch een A1. Luchtweg, ik weet niet of die hevige kortademigheid. Ik weet niet welke kleur ze heeft. Goed, en dan gaan we hier de 108 koppelen die onderweg was. Je moet dan wel wat verder komen. Maar dat is gewoon extreem druk. En veel incidenten waar meerdere ambus benodigd zijn. En niet heel veel ambus in Arnhem. Dus het is allemaal een beetje kut geregeld. Maar maakt niks uit. We gaan nog heel even door. Want ja, ik kan natuurlijk wel uren hiermee verder gaan. Maar hebben jullie ook niks aan. Dus ik ga vanaf nu geen meldingen meer aannemen. Ik ga alleen nog luisteren. En laten afronden. Oké. Ik heb nu in ieder geval weer iets in de 105 is nu in ieder geval terug op de post. Dat betekent dat ik daar wel weer wat plek heb. Er komt heel veel in dienst nu gelukkig, want het is 8:30 geweest. Dus ik heb weer even lekker veel. Wacht even, waarom gaat de 106 nou? Oh, wacht even. Ah, de 106 had dat gezegd. Een vrouw met hyperventilatie. De huisarts is er ook een. Na wat hulp kan ze thuis blijven. Dus dat is fijn voor mevrouw. Ik begreep dat de 101 nog iets te zeggen had. Die gaat waarschijnlijk. Oké, dat is begrepen. Nou, hier is dus nog één ambulance nodig. En dat is nu de 108. Dus de 108 gaat het hier. Een beetje oplossen. Nou, de OVDG zegt ook van ja, ik ben nu niet meer nodig. En de 108 zegt ook van patiënt meegenomen naar Arnhem ziekenhuis. Deze melding, wat was dit? Dit was de B2 en dit was de melding waar de 110 die is net ter plaatse, begrijp ik. Arnhem was dat. Dat is 110 nu. Het was die melding ook alweer. Koorts en erge dorst. Dus die wachten we nog even af. En dan ga ik de video beëindigen. En een beetje versnellen als dat kan. Ja, dat kan zeker. Nou, als het goed is, zie je zo meteen 110 een aanvraagspraak doen. En vertrekken. We krijgen meldingjes. Maar wat ik zei, ik neem ze niet meer aan. Omdat het anders te lang gaat duren. 110, waar was je? 110 is druk bezig met de patiënt. Zoals je ziet onder de muis, iets onder is de patiënt nu 87%. Dus dan versnellen we nog een beetje. 88, 89, 103 heeft nog wat te zeggen. Ja, begrepen, 103. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100%, dus die gaat nu vervoeren.
En dan hebben wij alle meldingen wat open stond afgerond. Ja, hier zijn ze nog aan het vervoeren. En hier zijn ze ook nog aan het vervoeren. Alles afgerond zoals je ziet. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een interessante video vonden. Misschien vonden jullie het wat saai. Laat het dan gewoon even eerlijk weten. Dan kan ik of ermee stoppen. Of als jullie zeggen was superleuk. Veel uitleg en wil ik zelf ook spelen. Laat het maar even in de reacties weten. En dan zie ik jullie over 2 dagen weer bij een nieuwe video. En misschien zie ik jullie vaker met de opnames van deze meldkamermod. Het is Duits, maar ik hoop natuurlijk dat jullie genoeg heb kunnen uitleggen om het toch te begrijpen. Tot de volgende. Doei!